op haar heuken zitten, keek me recht in mijn ogen aan en zei: jij bent gehandicapt. Ik had een moeilijke start op deze wereld. Toen ik geboren werd, ademde ik niet. In totaal ben ik 3 keer gereanimeerd. Als enig kind van hele liefdevolle ouders werd ik de eerste jaren van mijn leven omringd met liefde, warmte en vrolijkheid. Als een mooie deken om me heen. Dat veranderde toen ik naar de basisschool ging. Kinderen zeiden dat ik raar liep en praatte, begonnen me uit te lachen. Ik wist niet wat me overkwam. Daar wist mijn ambulante begeleidster wel raad mee. Het is tijd dat ze de waarheid hoort, zei ze tegen mijn ouders. En dat is het moment dat ze op haar heuken ging en zei dat ik gehandicapt was. Ik weet nog dat het voelde als een stomp in mijn maag en dat ik heel hard moest huilen. Het was alsof ik onbewust wist dat na deze woorden niks meer hetzelfde zou zijn. Er werd de deur geopend en ik werd gedwongen om er doorheen te stappen. Een eenzame, onveilige wereld in. Een wereld waarin ik niet wilde zijn. Ik hield en ik hou van verhalen vertellen. Over wat ik had meegemaakt, wat ik had ontdekt, wat ik had geleerd op school. Thuis was mijn veilige haven. Daar mochten de verhalen van school vooral niet binnen dringen, de nare gebeurtenissen. En dus niet alle verhalen vertelde ik. De verhalen hoe ik nagepraat werd en uitgescholden van Mongool. Of hoe ik nooit mee mocht doen met een verstoppertje. Nou ja, nooit, soms. Voor spek en bonen. Of hoe ik op kamp ging in de 2e klas van de middelbare school. We waren in een buitenzaal. Ik liep met mijn bakje yoghurt naar mijn tafeltje. Toen ik een spastische schok kreeg en deze uit mijn handen viel. De hele zaal bulderde van het lachen. Die verhalen liet ik achterwege. De verhalen die bevestigden: jij bent niet oké zoals je bent. Jij hoort er niet bij. Ik was ongeveer 16 jaar toen ik depressieve gevoelens begon te krijgen. Als mijn klasgenoten mij telkens laten merken dat ik waardeloos ben, dan zal dat wel zo zijn. In die tijd luisterde ik veel naar het nummer van Marco Borsato, De Bestemming. Misschien ken je het wel. Laat me zien waar ik voor leef. Laat me voelen wat ik geef. 1 moment zodat ik weet dat alles niet voor niets is geweest. Ik voelde me mislukt. Imperfect. Omringd door perfecte mensen. Eenmaal op het HBO ging het beter. Ik kreeg echte vriendinnen. En op stage werd ik behandeld als volwaardig mens. Hé, die volwassen wereld, dat kan misschien wel eens wat zijn. Misschien kwam er betere tijden aan. Maar niet alle volwassenen maakten die verwachting waar. Ze zei, een werkgever voor een organisatie voor verstandelijke gehandicapten, dat ze mij niet ging aannemen. Want zometeen zouden mensen die de organisatie belde, nog denken dat de cliënt de telefoon opnam. En de werkgever van de buitenschoolse opvang zei dat ik er rekening mee moest houden dat als er iemand kwam die wel normaal praatte en wel normaal liep, die natuurlijk eerder zou worden aangenomen. En zo kwam ik tot de conclusie dat ik vast onverstaanbaar was. Behalve voor de mensen die mij kenden, die aan mij gewend waren. Mijn stem werd mijn grootste obstakel. Ik gruwelde ervan. Uiteindelijk vond ik een baan in de kinderopvang. Dit werd echter lichamelijk te zwaar voor mij, waardoor ik me vaak ziek moest melden. Ik bedacht me dat het veel beter zou zijn als ik mijn tijd zelf zou kunnen indelen.
En daarom begon ik met mijn bedrijfje Evelien Fotografie. Bedrijfje, want de opmerking voor spek en bonen staat nog diep in mijn systeem. Ja, ik doe wel mee met dit ondernemerschap. Ik heb wel een bedrijfje, maar ja, niet echt voor spek en bonen. Toch vroeg ik me af hoe ik mezelf zou kunnen onderscheiden van andere fotografen. En dus huurde ik ondernemerscoaching. Zij zei, jouw beperking, dat is jouw kracht. Dat onderscheidt je van anderen en maakt je uniek. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Mijn beperking, een kracht. Hoezo? Die zaten alleen maar in de weg. Ze zorgden ervoor dat mijn leven zo moeilijk was. Toch ging ik over nadenken. En ik merkte dat de boodschap van meerdere kanten naar mij toe kwam. Zo las ik in die tijd ook een quote van Maya Angelou. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Ik begon me af te vragen, ben ik zo druk met normaal willen zijn, perfect, dat ik totaal voorbij ga aan wat mij uniek maakt. Aan wat mijn missie is in deze wereld. Ik besloot mezelf meer te laten zien. Ik ging bloggen over mijn beperkingen. Hoe eng ik dat ook vond aan het begin. Dat had als gevolg dat steeds meer vrouwelijke ondernemers vroegen of ik ook foto's wilde maken voor hun social media en branding. Ze zeiden dat ze werden geraakt door mijn openheid en kwetsbaarheid. De ultieme bevestiging kwam tijdens een workshop waar ik fotografeerde. Een vrouw kwam na afloop naar mij toe en zei, ik vond het zo spannend om vastgelegd te worden. Want gefotografeerd worden voelt als de ultieme confrontatie met mezelf. Maar toen jij binnenkwam stappen, de deur in kwam stappen, wist ik dat het goed was. Omdat jij zichtbaar en perfect bent, durf ik mezelf ook te laten zien. Ik besefte dat ik mijn beperking niet alleen maar hoefde te accepteren, maar ze ook bewust in kan zetten als kracht. Ik veranderde de naam van mijn bedrijf in Onbeperkt Puur. En nu fotografeer en inspireer ik vrouwelijke ondernemers om hun imperfectie te omarmen en in te zetten als kracht. Ik dacht altijd dat als je geboren wordt met een lichamelijke beperking, dat je dan harder moet strijden voor een plekje in deze wereld. Dat je het wel waard bent, dat je er wel bij hoort. Maar het mooiste wat ik heb ontdekt, is dat je het meeste succes en impact hebt, juist als je compleet jezelf bent. Nu zeggen bijna al mijn klanten dat zij een fotosessie bij me boeken, juist omdat ik zichtbaar en perfect ben, waardoor zij zichzelf durven te ontspannen en echt zichzelf zijn op de foto. Dat is toch wonderlijk? Ik kom er nog steeds aan te roeren. Als ik het heb over imperfectie, bedoel ik zoveel meer dan alleen maar een lichamelijke beperking. Ik bedoel alles wat jou tegenhoudt om authentiek jezelf te zijn. Het doet me pijn om te zien hoeveel mensen zich klein houden. Jij hebt met jouw unieke gaven en talenten iets te bieden wat niemand anders te bieden heeft. En ik ben ervan overtuigd dat de wereld een mooiere plek is als jij je licht laat schitteren. Nog één anekdote, omdat het alles zegt. Een paar jaar geleden was ik bij het theatershow van Lisa Petenga. Na afloop van de show vroeg zij of iemand nog wat wilde delen met het publiek. Ik, degene met de rare stem, die me had voorgenomen nooit te gaan praten in het openbaar, stak opeens haar hand op. Mijn verhaal, het voelde ineens te groot om niet te delen. Met ook nog eens een zwaar verkoude stem vertelde ik hoe ik gruwelde van mijn beperking. Maar hoe die quote van Maya Angelou onder andere mijn leven had veranderd. Ik verwachtte stilte, 100 paar verbaasde ogen en daarna een lach zo vol van dat gekke meisje met die rare stem.
Maar dat gebeurde niet. Ik kreeg een groot applaus. De boodschap was aangekomen. Tijdens die avond voelde ik mijn missie tot in het diepste van mijn ziel. En nu sta ik hier, nog steeds met trillende handjes. En af en toe een blackout. Maar weet je, ik heb deze beperking, maar ik bepaal elke dag hoe ik ermee omga. Zelf hoe ik ermee omga. Niet de klank van mijn stem. Niet de beste zo vroeger. Niet mijn angsten. Ik mag mijn licht laten schijnen op mijn manier, net als jij.